MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Supergame en Keno Media. Klaas, een 1-0 nederlaag. En uiteindelijk waren er aan het einde nog wat kansen. Hoe zuur is dit dat je dan die gelijkmaker niet maakt? Dat is heel zuur. En dat is heel zuur voor met name de spelersgroep. In de eerste helft denk ik dat we iets te veel ontzag tonen voor Rode JC. We hadden afgesproken om druk te spelen op Jensen en op Joppe, de twee centrale verdedigers. En een Bouchouari in de opbouw uit te schakelen. Ja, daarin vind ik dat we te ver terug uit zijn gelopen. En dat we wat dat betreft teruggedrongen werden op eigen en rond eigen 16. Ja, daar heb ik een x-aantal lage voorzetten uit gezien die gevaarlijk waren en dreigend waren. En ik heb één goede kans gezien die Romain Mathis linksonder heel goed pakt. En voor de rest is de schade redelijk beperkt gebleven. Wij hebben daar tegenover één schotkans van Maat Reemans kunnen noteren. Dat is te weinig. En in de tweede helft hebben we in de rust aangegeven dat we dat sneller en eerder vooruit willen gaan doen. Nou, dat is gebeurd. En dat heeft de ploeg goed gedaan. Alleen dan is het heel vervelend en heel zonde dat het eerste beste moment dat we dat goed doen, balbezit hebben op het middenveld, dat we die situatie verkeerd inschatten en dat we vervolgens balverlies leiden en dat dan de tegenstander daaruit de 1-0 scoort. Nou, vervolgens vind ik dat de ploeg karakter heeft getoond, de ploeg veerkracht heeft getoond en op die manier druk vooruit is blijven zetten. En dan zie je dat je op de helft van de tegenstander komt, dan zie je dat je op de 16 meter van de tegenstander komt met corners, met vrije trappen en met voetbal. Nou ja, je weet ook dat je dan ruimte achterin weg gaat geven. En uiteindelijk zijn we er niet in geslaagd om desalniettemin met kunst en vliegwerk achterin bij de tegenstander de 1-1 te scoren. En was misschien te veel geweest, maar dat doet er niet toe. Het gaat uiteindelijk om de uitslag op het bord. Ja. Alleen ik ben blij met de fitheid van de ploeg, blij met de veerkracht van de ploeg. En ik denk dat we dat moeten meenemen naar de volgende wedstrijd. Ja, na een uur dubbele wissel en Telo en Aziz erin, merkte je ook dat het toen een stuk beter ging lopen? Nou, niet een stuk beter ging lopen, alleen die zijn dan wel vers en fris. En Telo is een andere speler dan bijvoorbeeld Roland Alberg en heeft meer snelheid. Dus dat heeft hij ook benut met die hele goede individuele actie. Waarbij ik had gehoopt voor hem en uiteindelijk ook voor ons, voor onze ploeg, dat hij die had weten te bekronen met een mooi doelpunt. Helaas is dat niet gebeurd. De jongens die eraf gegaan zijn, hebben het naar behoren gedaan. Thomas en Roland. En de jongens die ingevallen zijn, Marciano en Mitchie en Telo, die hebben dat ook goed gedaan. Ja. En dan nog even vooraf, het busreisje hierheen. Hoe was dat? Ja, dat heb ik al bij andere mediakanalen gezegd. We zijn uitgezwaaid door een zeer enthousiaste menigte. Dat wordt enorm gewaardeerd, daar zijn we zeer dankbaar voor. En dat is prachtig om mee te maken. Dol enthousiaste mensen die MBV meer dan een warm hart toedragen. En dat wordt vanuit de staf en vanuit de spelersgroep zeer gewaardeerd en daar zijn we zeer dankbaar voor. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Supergame en Keno Media.